NAC, de ploeg uit Breda, die voor het laatst in het seizoen 1984-85 in de toenmalige Eredivisie uitkwam. Die ploeg, NAC dus, moest vandaag op bezoek bij Den Bosch. En dan gaat het om een plaats in de PDT Telecompetitie voor volgend jaar. Het heet zo vrij de na-competitie. En de jongens uit Breda wisten dat een gelijkspel voor vandaag voldoende zou zijn. Want dan zat die hoogste afdeling erin. Ik neem u gaarne mee naar stadion De Vliert in Den Bosch. En kijk eens, na competitie en een sfeer van je welste. 6000 man aanwezig en een groot gedeelte daarvan uit Breda overgewaaid. Het is niet zo ver natuurlijk, maar ze waren er en ze waren er van harte en zorgden voor een heerlijke sfeer. We gaan naar Eddy Poelman met zijn commentaar bij Den Bosch NAC. Sas zoekt Van Hooijdonk. De bal komt niet zo ver. Hier is Son ervan. En Gesthuizen. Goede redding, Vonk. En nog een keer op een inzet van diezelfde Gesthuizen. De opening is dus voor de kant van de bezoekende club. Twee keer François Gesthuizen. Jongstleden donderdag. Succesvol kort na zijn invalbeurt. Maar nu wordt hem dat door Vonk niet gegund. Laizina Vilnis, de verdediger, dus is het een hoekschop. Eerste van de wedstrijd door Nijhuis. Derksen. Karelsen tikt de bal over de lat. Die werd ingekopt door de toch niet zo grote Dirk-Jan Derksen. Brusselers. Helemaal vrij is Lammers in het centrum. En Van Hooijdonk heeft ook aardig wat ruimte. En dan is het 0-1. NAC. De vreugde is alsof de buit al binnen is. Brusselers. Die daar de bal meekrijgt. Tegen Laponder. Van Hooijdonk. En Vonk is gepasseerd. Gesthuizen. Lammers. Kreeg veel te veel ruimte. Lammers, kan hij dit afmaken? Tegen Vonk. Brusselers komt daar niet aan toe. En Lammers zelf uiteindelijk ook niet. Daar had, zoals dat heet, meer ingezeten. Lokhoff. Bal kan naar de rechterkant. En komt ook bij Gesthuizen. Uitgestoken arm van Smeets ten opzichte van deze man, Koumans, bestraft. Vrije trap door Lokhoff. En Lammers. Volkering verdedigde. Op de bal. Nu Den Bosch eruit. Smeets paast over Laizina heen. Sas kan verdedigen. Veel strijd. Bal bij Laizina. En de kans voor Nette. Goed schot. Goeie redding, Karelsen. Nette. Laat zich verrassen door Brusselers. Lokhoff had er veel tijd nodig om de bal voor een offensieve paas vrij te maken. Nu gaat dat beter. En is Lammers weer eens ontsnapt van achter de verdediging vandaan. Gesthuizen scoort. En het is 0-2. En nu nog steeds binnen het half uur lijkt de beslissing nabij.
Lammers, die in ieder geval van achter Verhoeven vandaan gestart is. En dan is Gesthuizen ter plekke om de bal binnen te drukken. Na een soort festival der vergissingen de kans voor Lammers. Die uit die positie net buiten het strafschopgebied aardig uithaalt. John Lammers. Die bal die moet eruit. Even overnemen. Wat dan? Van Hooijdonk. Lammers die steeds veel te veel ruimte krijgt. Dit keer voorkomt Vonk verder onheil. Maar tegenstander Meulendijk laat Lammers veel te veel ruimte. Lokhoff. Nadat de bal van de aftrap van de tweede helft af niet van het middenveld weg is geweest. En hij levert in bij doelman Vonk. Derksen. Derde minuut van de tweede helft. Stand nog steeds in het voordeel van NAC 2-0. Derksen wil daar wat aan doen. Maar Karelsen staat dat in de weg. Van Hooijdonk met een overtreding door Volkerink. De vrije trap voor NAC door Brood. NAC dat natuurlijk geruggesteund door die voorsprong aanzienlijk rustiger kan voetballen. Maar hier geen chocola vermaakt. Gesthuizen. Lokhoff. Smeets verspeelt de bal aan Koumans. Smeets heeft tot nu toe weinig goeds kunnen doen. Daar is de voorzet van Hooijdonk is vrij en het is 0-3. Van Hooijdonk in de hekken samen met Lammers nu. En het Bredase feest is begonnen terwijl er nog 39 minuten te voetballen zijn. En voor Den Bosch geldt dat verdedigen natuurlijk weliswaar bijzaak is. Omdat aanvallen het parool is. Maar dat wil niet zeggen dat je het zo slecht moet doen als in deze situatie. Waar eerst al Smeets de bal verspeeld heeft. En waar Van Hooijdonk alle ruimte ter wereld heeft om de bal in te koppen. John Karelsen, de doelman van NAC. In de laatste seconde van de wedstrijd die na 0-3 nooit meer een wedstrijd was. 9 jaar geleden promoveerde NAC voor het laatst. Toen was het verblijf op het hoogste niveau van korte duur. Na 1 seizoen volgde alweer degradatie. Nu gaat het dus na een aantal mislukte pogingen lukken. Want NAC, dat ongetwijfeld veel publiek zal brengen in de Eredivisie, is daar terug. En Den Bosch, dat vorig seizoen promoveerde, is na 1 seizoen weer weg. Maar Ron Spelbos en de zijnen zijn het middelpunt van de feestvreugde die in Breda ongetwijfeld tot in de kleine uurtjes zal duren. Want dat kan je ze daar wel overlaten. De bierkranen zijn dus open in Breda. Maar voordat dat gebeurde kwam Ronald Spelbos, de succesvolle trainer-coach, nog even bij Eddy Poelman staan. En Poelman vroeg aan hem van dit
ploegje wat je nu hebt, is dat goed genoeg voor de hoogste afdeling van het betaald voetbal? Nou, ik heb al eerder aangegeven en daar vandaan dat het ook vrij lang duurde voordat wij tot een akkoord kwamen. Kijk, onze selectie heeft veel kwaliteit, maar het is vrij smal. De kwantiteit is niet groot. Nou, ik denk dat wij naar een selectie toe moeten die in ieder geval het eredivisieniveau aan kan. En dat houdt in zo om en bij de 20 spelers in je selectie die dat kunnen. 20 volwaardigen? Ja, dat is wel de bedoeling, ja. Wil zeggen dat er een stel bij moet komen? Ja, nou, wij zijn al een tijdje bezig achter de schermen natuurlijk met het alles op een rij zetten. Nou, nu we gepromoveerd zijn, en dat was natuurlijk heel belangrijk. Omdat dan toch bepaalde dingen makkelijker kunnen als dat je in de eerste divisie blijft. Nou, nu is de zaak dat wij concreet de boel op een rij te gaan zetten. En dat wij een selectie neerzetten die naakwaardig is. En dat houdt in dat je thuis toch aanvallend voetbal moet spelen. Dat het voor het publiek leuk moet zijn. Nou, dat zijn best wel een hoop dingen. En daar hoort een bepaalde selectie bij. Er komt geld los in Breda, dat is zonder meer duidelijk. Maar denk jij dat je dat zo besteden kan dat de club er inderdaad wat aan heeft? Nou, dat denk ik wel. Kijk, je moet natuurlijk gerichte aankopen doen. Wij kunnen geen spelers van een miljoen kopen. Nou ja, dat is gewoon de realiteit. Dus je gaat proberen jongens erbij te halen die voor NAC een bepaalde waarde kunnen hebben. Maar ik heb geen zin, dat heb ik ook gezegd, om een jaartje in de eredivisie te werken. En dan van tevoren te weten van nou, ja, wat doe ik hier eigenlijk? In hoeverre voel jij het succes dat vanmiddag zijn bekroning gevonden heeft ook als jouw succes? Nou, dat kan nooit een succes van één man zijn. Van één persoon. Dat bestaat niet. Kijk, je moet in zoverre proberen iets over te dragen op je spelers dat die het in het veld kunnen uitvoeren. Nou, dat probeer je. Maar uiteindelijk moeten degenen die in het veld lopen, moeten dat doen. En ik denk dat de mensen van de club, het bestuur, alle mensen eromheen, nou, verschrikkelijk hard gewerkt hebben om dit zover te krijgen. Dus alleen, dat bestaat niet. Zij Spelbos. Langzaam wordt hij ook grijs aan de slapen. Consequentie van deze overwinning van NAC is dat de laatste wedstrijd in pool, wat is het, B, die tussen de Graafschap en Den Bosch van aanstaande woensdag helemaal voor niets gespeeld wordt. Je kan hem bij wijze van spreken per post afdoen, die partij. In de andere pool wordt vanavond om 8 uur afgelopen.